mensen, welkom bij een nieuwe review van de Patrick Haan. We staan vandaag in Rotterdam, op de Schiehaven. Het is hier de voorjaarskermis. We zijn hier in de najaarskermis ook geweest afgelopen jaar. Voorjaarskermis overigens ook. Nu is het opnieuw weer de voorjaarskermis. Een mooie editie is het, als we de papieren moeten geloven. En of dat in praktijk ook is, ga ik je laten zien in deze video. Dus ik zou zeggen, ga met me mee rondje Schiehaven, mensen. We gaan beginnen. Let's go. We beginnen niet helemaal bij de ingang, maar we beginnen een beetje halverwege het terrein met de Eurobal, Pink Date en de Jackpot. En dan draaien we door richting Magic City als glazen dolf van Sipkema. De suikerspeerkramen ook heel mooi gedecoreerd. Dan draaien we door richting de draaimolen van Ekkelboom. Dit is de Ekkelboom die we tegenkwamen in de oliebollentour in Leerdam. Mooi ding, moet ik je zeggen. Mooi authentiek. Leuk die vlaggetjes ook bovenop. Mooi ding. Wel een beetje hier en daar wat schade. Maar dat hoort misschien wel een beetje bij het nostalgische gevoel. Dus dat vind ik helemaal niet zo heel hinderend ofzo. Jumbo 1 van Orderman, de andere kwamen we toevallig ook vandaag tegen, maar dan in Barendrecht. De video komt binnenkort online. Rezorama van Straathof, Skibal 2 van Bakker en de Hoepla. Supermuis van de Voer als wilde muisbaan, gebouwd bij Revensol. Pijn en boogschiet en dan een heel leuk spelletje, de Bowler Roller. Hier heeft Dustin prijs gewonnen. We gaan nu even kijken naar wat beelden die eerder zijn gemaakt vanmiddag of vanavond. Daar gaan we nu naar kijken, gaan we zo meteen weer verder. Bladscherm. Oh! Ja, zo makkelijk is het echt. Alweer een winnaar. Around the World. Dit jaar van Daniel de Voer. 60 meter hoog gebouw bij Van de Beek. Heeft een nieuwe achterwand, alleen die staat er hier in Rotterdam niet bij. Alleen het frame staat er. Ze dachten, ja, als er nou eens een beetje veel wind komt, dan kunnen we hem beter gewoon in het frame zetten in plaats van in de achterwand. Want dan kan de wind er een beetje doorheen waaien natuurlijk. Ja, vorig jaar op deze plaats Around World XXL. Maar nu dus de gewone Around World. Natuurlijk een professioneel YouTube kanaal en op een professioneel YouTube kanaal kan er natuurlijk nooit wat fout gaan. Zo was ik natuurlijk in Helmond
heb ik hier voor het nieuwste Funhouse van Nederland een heel mooi stukje opgenomen met mijn mening erin. En was ik één ding vergeten, dat is de microfoon aanzetten. Dat kan wel eens even, mensen. Zo professioneel is dit YouTube-kanaal dus. Dus ik dacht, nou dan moeten we dat hier maar even doen in Rotterdam. Dat is de eerste volgende keer om tegenkomen. Ik heb hem in Helmond gedaan. Het is een heel mooi funhouse aan de buitenkant. Mooi in de ledverlichting. Ik vind het thema heel mooi. Aan de binnenkant is het een beetje hetzelfde als ja, hoe Hero City aan de binnenkant is. En hoe Apres-ski is van Meijer. Dat is niet slecht, maar het is gewoon standaard Grosseto-achtig. Je ziet heel veel elementen die in die funhouses langskomen. Die zie je in dit funhouse ook langskomen. Dat maakt hem zeker niet slecht. Dus ik zou hem zeker eens doen. En het maakt het, hij is ook niet klein. He, je bent er echt wel eventjes in onderweg om alles te doen. Hele verrassende elementen zitten er dus niet in. Maar de elementen die erin zitten, die kenden we al. Maar zijn niet slecht. Het is op zich gewoon een heel mooi funhouse. En ik denk een heel mooie toevoeging voor de Nederlandse kermis. Deze Adventure Bay van Spelbrink. Dus wij wensen ook namens het gehele team van de PTK, de familie Spelbrink, heel veel succes met deze fantastische loopzaak. Er is weer gewoon een mooi verhuis erbij in Nederland. Tegenover Adventure Bay dan het kermiscafé. Daar komen we zo meteen op terug en dan hier de Kamele Race. Een beetje rook en de chaos van Toverweer. Kwamen we vorige week ook al tegen. Wat een geluk, hè. Want nu komen we weer tegen. Vorige week was hij in Den Haag. Als vervanger voor de Project 1. Daar staat inmiddels de Project 1. En de chaos staat gewoon op zijn plaatsje in Rotterdam. Toen is de off-sun plaatsje. Wat een kutplaats staat de chaos op, om eerlijk te zijn. Kom ik zo meteen nog wel even op terug. Want vanaf de voorkant zou je denken, nou het valt toch wel mee. Maar we gaan zo meteen wel laten zien waarom het echt een verschrikkelijke kutplaats is voor deze chaos. Sowieso de opstelling hier in Rotterdam is dit jaar niet alles. Ook daar probeer ik later in de review nog wel even op terug te komen. Laat ik zo zeggen, ik heb wel een sterkere opstelling gezien. Op een terrein waar je alle kanten op kan. Zo machine, come on, dit is wat je doet, komt er maar. Oké, dat doen we gewoon nog een keertje. Daar gaan we weer. Wippen kan je in de big wave van Van Duin. Terwijl de rook van de chaos hier nog langskomt. Dus de big wave die is ook een beetje weg. Dat is een wippie gebouwd bij KMG. Een van de mooiste wippies van Nederland vind ik. De mooiste vind ik de Miami trip. En dan denk ik dat deze wel op de nummer 2 staat. En deze heeft ook aqua fun. En nu komt er dus weer rook bij de wip zelf. Je kent natuurlijk allemaal de petraden die denken, hey, even rook blazen. Kleinste kunnen hier ook nog lekker hot, zie botsie doen. En dat doen ze in de enige echte botsauto voor kinderen in Nederland. Want volgens mij hebben we er maar eentje. Dan naast de Big Wave Pop de Balloon. Snap ik niet waarom die hier staat, want die staat gewoon zeg maar pal in zicht. En ja, ik kom zo meteen nog wel op de opstelling, kom ik nog wel op terug. Toxic van Nick Mode staat hier ook op de kermis. Wat een fantastische zaak is dat, hè? Een van de beste zaken van Nederland. En ik had het natuurlijk in de review van Den Haag over speciale special effecten qua licht. En dan heb je het ook wel even over deze Toxic, want die heeft natuurlijk moving heads achter zitten en vlamwerpers aan de voorkant. Dus deze Toxic kan mooi de toekomst in.
binnen de Moving Heads. En ook ledscherm. En daarachter ook nog Moving Heads. Normaal hangen er daar ook twee. Nu hangt er maar eentje. En dat is wel een teken dat ze hier echt kijken naar de toekomst. Om de kermis naar een next level te trekken. En dat hebben we nodig. De kermis trekken naar een next level. Want Nederland loopt achter. Achter op Frankrijk. Achter op België. En zeker achter op Duitsland. We moeten een stapje omhoog. En meer gaan geven in de avonden qua lichteffecten. Om de concurrentie voor te blijven. De kindertrein en de Y-Pow. Ik zal het nog een keer uitleggen voor alle mensen die het nog steeds niet weten. Nou, je gaat op een stip staan. Als dat borstje langskomt, dan moet je er overheen springen. Degene die het langste kan blijven staan, die heeft gewonnen. Ja, zo simpel kan het zijn, mensen. Ik net bedoelde met de kutplek voor de chaos, zal ik je nu even uitleggen. Kijk, we zijn aan de andere kant van de chaos. De chaos staat hier als middenopzaak. Nou, dat is heel apart. Dit kraan is veel te klein. Je ziet heel de achterwand van de chaos. Chaos staat ook niet echt dat je erop afloopt. En dat verdient de chaos natuurlijk wel. Want de chaos staat mee in de loop. Ja, dat vind ik een beetje matig. Sowieso is dat hier overal. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar het is overal dat je net niet op de zaken afloopt. Die zaken staan allemaal een beetje... Ja, niet echt lekker dat ze als publiekstekker staan. Ze staan eigenlijk een beetje... Ja, het staat in de loop en het staat er. Maar daar is ook alles mee gezegd. Goed, daar kom ik later nog wel even op terug. Want ik probeer later nog wel even een voorbeeldje te laten zien. Want eigenlijk is dat met de Toxic ook. Want vanaf hier... loop je er wel recht op af, maar vanaf de andere kant juist weer niet. Ja, zo heb je dat hier heel erg. Het is niet de beste opstelling. Ik kom er zo nog later op terug. De Walking Waterballs van Boers. Hebben er twee. Eentje kwam er tegen Den Haag. En nu staat er hier eentje in Rotterdam. En dan komen de Breda's van Zuidema tegen, die zijn kruisen opnieuw gespoten heeft. Ziet er gaaf uit, er zit ook een soort glittertje in. Ze heeft zijn gondels bijgewerkt. En hij heeft nieuwe kopschotten gedaan. Ik probeer het je zo meteen te laten zien. Al is dat natuurlijk niet makkelijk omdat het donker is. Het gaat om deze voorschotjes die je daar ziet. Hij heeft opnieuw laten spuiten of stikken, dat weet ik niet precies. En het ziet er wel netjes uit hoor mensen. Alleen ja, het is een beetje nu... Een beetje een warboel van stijlen. Ook hebben we gondels nieuwe koplampen gekregen. Net als de andere breakdance die we ook vandaag zijn tegengekomen. De video moet nog online komen. Dat kan je later zien. En zo ziet het er allemaal weer een stuk netter uit, mensen. De power shirts van Louis Vallengoed. Schitterend ding. We gaan het even hebben over... Zo, kijk eens even, Fire Fun, heerlijk. We gaan het gelijk nog eens even hebben over Den Haag, waar we het hebben hadden over special lichteffecten en ook de vlamwerpers hoor daarbij. Nou, deze power shirts is eigenlijk wel erg rijkelijk bevoorraad met dat soort dingen. Moving heads, lasers, vlammenwerpers. Het is allemaal aanwezig bij deze power shirts. Ik denk dat dit de attractie is die de meeste special effecten aan de attractie heeft hangen. En ik hoop dat er veel attracties gaan volgen in Nederland. Swinging Coaster die we op de najaarskermis nog gedaan hebben en daartegenover Cars for Stars van Ekkelboom als autoscooter die heel veel gedaan heeft van de winter met de verlichting. Volgens mij wat verlichting toegepast aan het front, maar ook daar van onder volgens mij. Maar dat weet ik allemaal niet zeker. Hij heeft in ieder geval veel gedaan aan verlichting.
Het is natuurlijk de enige echte hotsie botsie botsie mensen, hotsie botsie botsie. Het zou een verzoekje zijn om dat nog eens een keer terug te krijgen hier op deze oude scooter. Hè? Vroeger deed hij dat al bij zijn bouwscooter, dan zei hij dat hotsie botsie botsie door de microfoon. Maar dat is helaas niet meer. Dus mocht meneer Kaas kijken, misschien leuk voor de toekomst weer terug te brengen. Het echte hotsie botsie botsie mensen. Ghost Villa voor Simkema heeft nieuwe vlammenwerpers met Dustin recht in beeld natuurlijk. Het spookhuis hier en die dat skelet daar slaat flink voetbal zie ik al. De camera's hier zijn ook niet echt helemaal uit beeld gewerkt. Hè. Ze worden ook steeds groter hier, heb ik het idee, met allemaal van die kutreclame erop. Ziet er allemaal niet uit, maar ja, goed, het is helaas nodig tegenwoordig. Maar iets genuanceerder had misschien wel gekund, iets beter weggewerkt. En dan gaan we daar lekker op. En neer en op. En neer. De trampolines mensen van Verwijk. Het reusrad van Simkema, gebouwd bij Mondial. Alles op 4 transporten. Tenminste, dat doe ik even zo'n gokkie. En er staan namelijk 3 transporten onder en dan gok ik dat er nog 1 transport bij zit voor de gondels. Maar dat zou er ook zomaar 2 kunnen wezen. Ik hoop dat we niet terug gaan zien op heel veel kermis in Nederland, mensen, want dit is echt mooi. En Marcel die niet scherp op de kermis, maar op de kijkers. Oh, wat een uitzicht. Oh, die is vet, ouwe. Ja. Ik kan niet verder kijken. Zo. Ja, welkom in mijn stad, hè. Kijk, daar gaan de cruiseboot. Ja, inderdaad, ja. Is toch wat een rij buiten? Zo, ja. En ik volg ook wel terug. Snap je, hè? Oh ja, dat is wel een probleempje. Dat is wel kut. Oh! Oh! Scheid alle kleuren nu. Ga niet buiten. Het is echt een schitterend reusrad met een schitterend LED-programma erin, dit reusrad. Een van de mooiere mondialraden die ik gezien heb, moet ik je eerlijk bekennen. Ik vind ook de vorm van de gondels vind ik ook echt fantastisch, mensen. Nee, ik was het niet. Ik was het ook niet. Het is wel beurt, het is toch echt van wie is hier face. Dat weet je niet, jongen. Dus Dumpty Pleasure. Smelly Belly. Ik zit midden in mijn video nou. Dat is ook die Burger King die eruit is gekomen. Dat was een Dumpty Pleasure, hè? Die stond al zo'n strontpotje. We kwamen hem in Helmond al tegen en in Bergen op Zoom en nu staat hij hier weer in Rotterdam. Het is de G-Max booster van Rechter. Prachtige plaats heeft de booster, zeker als je zo'n shotje maakt. Kijk eens eventjes. En dan zie je op de achtergrond zo mooi dat reuzenrad. En de booster heeft ook een nieuwe decoratie gekregen sinds Rotterdam. Ik zal het even laten zien. Kijk eens even. Zo'n schitterende camerapaal. Dan kunnen ze nog beter de booster filmen, mensen. En dat was de voorjaarskermis hier in Rotterdam. Op zich, op papier, zoals ik al zei, een hele nette kermis. Met echt heel veel publiekstrekkers. Denk aan de Powersurfers, denk aan de Toxic, denk aan de Chaos. Denk aan dat mooie reuzenrad hier. Dus op papier echt een goed Around the World. Ook een toppertje natuurlijk. Dus dat is wel goed, hè? De lijst is wel goed. Alleen de opstelling vind ik een heel groot stuk minder. Met name als je vanaf de
adventure bar richting Toxic loopt, dan loop je niet op een zaak af. Je loopt slechts op een spelzaakje af. Dat hadden ze maar naar mijn mening beter kunnen doen door toch op een zaak af te lopen. Ik vind de chaos echt verschrikkelijk kut staan. Zeker als je vanaf de andere kant loopt, aankomt lopen, dan loop je op de achterwand af. Ja. Dat is niet gezellig. Ik vind ook dat er voor de attractie weinig ruimte is voor toeschouwers. Wat zo'n zaak toch verdient, naar mijn mening. Dat vind ik allemaal minder. Eigenlijk, een van de weinige dingen die ik goed vind staan, zijn eigenlijk twee attracties die ik top vind staan. Dat is de Power Surge, die staat echt heel mooi dat je recht op afloopt. En het Reuzenrad vind ik heel erg mooi staan. Toxic gaat dan nog wel, maar dan kom je vanaf de andere kant aan. Dan gaat het wel. Maar als je vanaf de Adventure Bar richting Toxic loopt, is het gewoon wel kut. Dus ik vind de opstelling niet alles. Wat ik ook echt een nadeel vind, en we hebben het in Den Haag niet over gehad, maar eigenlijk geldt datzelfde voor het over Den Haag. Dat is de controle. Het is natuurlijk al één kut dat het moet tegenwoordig. Waarom kunnen mensen niet normaal doen dat we gewoon normaal openbaar terrein op kunnen lopen en een openbare terrein af kunnen gaan? Dat is helaas met tascontrole en met security allemaal nu. En dat houdt mensen tegen om het terrein op te gaan, lijkt wel. Want zowel in Den Haag was het zaterdag niet druk. En ik zie daar meer beelden van. Ik hoor daar meer dingen over dat het daar niet druk is. Maar dat zie je hier hetzelfde ook terug in Rotterdam. Kijk, zaken die lopen wel, maar lopen niet zoals het hoort op een zaterdagavond op een topkermis. En dat is een nadeel, toch? Zeker, ja, dat is absoluut een nadeel. Lekker gepist? Heerlijk. Dat moet ook gebeuren natuurlijk, ja, mensen. Lucht op. Dus dat vind ik echt een nadeel. En ik snap dat ze niet anders kunnen. Maar ik denk dat het uiteindelijk in de exploitantse portemonnee echt gaat schelen. Nou, dat denk ik wel. Kijk, dat zag je ook in Den Haag en hier ook weer. Er staat een rij. Dat moet je niet geloven. Absurd. En dat houdt tegen, ook voor de gezinnen of jongeren, wat dan ook, die nog een avondje kermis willen vieren. En sowieso 11 uur dicht. Ja, dat is ook een dingetje, 11 uur dicht. Laatste dingetje wat ik er nog wil aanstippen, dat is die camera's. Kijk, dat ze er staan, is alleen maar goed. Ja, kut dat het moet. Ja, maar kijk, als dat nou hetgeen moet zijn om de beveiliging daar bij de ingang, die controle, weg te nemen. Kijk, dan zou ik zeggen, be my guest. Ja, dat is niet zo, maar dan hebben ze ze ook nog op plekken gezet waarvan ik denk, jongen, kan je ze nou in godverdikke nog meer het zicht zetten? Ik zou ze gewoon meer in het gangpad zetten. Zo lelijk staan ze opgesteld. Ja, zet ze dan mooi ergens bijvoorbeeld hier tussen twee kramen neer of zo, of iets in die geest. Ja, maar of een beetje achter naar achter, want dat hij er net bovenuit steekt, dat je dan een shot kan nemen. Het staat allemaal zo op het zicht, het is allemaal te. En ik heb het idee dat dat voor het beeld niet zoveel uitmaakt, hoor. Nee, dat heb ik ook het idee. Nou goed, zijn er nog positieve dingen te zeggen? Ja, we hebben een heel keertje chaos gehad. We gaan zo meteen misschien nog een heel als hij zijn best doet, misschien nog een heel lekker ritje Toxic doen. Tuurlijk, altijd hè. Dan komen we aan bij de beste show. Ik denk dat we het daar unaniem over eens zijn. Dat is de chaos. Ja, hij zat er lekker in. Ja. Jij begint te lachen en ik eigenlijk ook. Ja, ik merkte een soort van agressie. Ja, misschien had hij zijn dag niet even, dat kan hè. Maar, of hij vindt het ook gewoon een kutplaats net als ons. Dat kan ook, maar op de show, daar was het niet aan af te merken. Nee, de agressie draaide zich wel om in een echte topshow, want ja, dat was echt een topshow. Ja, het was echt geweldig. Beter nog als in Den Haag. En dat was al fantastisch. Dus daarom wel verdiend, beste show. Ja, en de rest bleef alles een beetje achter. Jij deed ook je best niet. Ik zat er niet eens. Oh nee, daarom. Daarom deden ze best niet. Nou mensen, abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan ga jij nu nog even leuk even reclame maken. Voor de podcast, jazeker. Of dat bedoel je toch? Neem ik aan. Ja, tuurlijk. Voor mijn eigen kanaal. Mag ook. Nee, de podcast mensen, dat is belangrijk. Luister die even op alle platformen die je maar kan bedenken. Denk aan Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dat zijn wel een beetje de belangrijkste. Maar ze staan op nog veel meer platforms. En er is een nieuwe aflevering geüpload. Dus luister maar. U was nu ook getuige van de langste outro in dit kermisseizoen. En ik denk ook niet dat ik hier nog overheen kom. Nou, in mijn video's meestal wel, bij je eigen video's, nee. Nee. En abonneer ook nog even op zijn kanaal, Kermiskid, voor de reportages. Mensen, doet hij heel erg leuk. Verdient hij, als je even abonneert op die knop en even alles kijkt, dan verdient hij echt. Want hij maakt echt veel betere video's dan mij. Die van mij zijn wel leuker, maar die van hem zijn wel beter. Dankjewel. Tot de volgende video.